de leugens en het liegen en bedriegen, dat vloog je om de oren en er was geen touw om vast te knopen. Je komt helemaal geïrriteerd die perszaal uit, volgens mij. Ja, ik heb me een beetje laten gaan ook. Ik vind het ook helemaal niks voor mezelf, heel gezegd. Maar ik merk dat het me zo stoort. Het gaat hier over het Nederlands voetbal. Dit is de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. En ondertussen zie je daar zoveel fouten plaatsvinden. En als dat gebeurt, kan dat nog gebeuren, weet je wel. Maar als het dan ook nog wordt gezegd dat het allemaal soepel is verlopen, dat er niks fout is gegaan, dan gaat me dat enorm irriteren. Ja, ik heb de livestream bekeken. En ik denk dat dit toch misschien wel een van de best bekeken livestreams ooit zou worden. Ik heb van begin tot het eind ademloos zitten kijken. De leugens en het liegen en bedriegen, dat vloog je om de oren. En er was geen touw om vast te knopen. Wat ben je wijzer geworden? Dat de KNVB niets fout gedaan heeft. Dat het proces uitstekend verlopen is. Dat de journalistiek er niet zo heel veel van begrijpt. En dat sowieso de journalistiek veel te close is met alle belanghebbenden in het voetbal. Dat was nieuws. Dat was een nieuw venster voor Hans van Breukelen. En ik heb geleerd dat we, wat was het nou? Kwaliteit over emotie moeten prevaleren of... Nee, nu zeg ik het weer verkeerd. En dat wij eigenlijk niet goed zien wat de kwaliteit is van met name Hans van Breukelen in deze situatie. Hoe groot is de chaos bij de KNVB? Nou, die is heel behoorlijk, want iedere week lopen er wel 2 mensen weg. Hè? Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Maar het ligt niet aan de bond, dat hebben we wel gehoord. Het ligt niet aan Van Breukelen, het ligt niet aan Dekkerso. We hebben net een verklaring gekregen waarom Dikke Advocaat de ideale bondscoach is samen met Ruud Gullit. De interim directeur probeerde daar... wat soep van te maken. Het liep in de soep. We weten geen van allen waarom ze uiteindelijk tot Dikke Advocaat zijn gekomen. Ruud Gullit wordt dus de assistent, bondscoach. Hij noemt de technisch directeur Hans van Breukelen een paar maanden geleden nog onbetrouwbaar. Ja, en vandaag kwam dat thema weer terug. Maar Hans zei, ik ben een professional. Daar merkt hij niet zo heel veel van vandaag trouwens. Maar ik ben een professional, zei hij. En daar kan ik prima overheen stappen. Advocaat tekent nou bij tot het einde van het jaar. Maar hoe groot is de kans dat hij dit keer zijn termijn wel volmaakt? Want hij is ook bekend als een wegloper. Dick die blijft zeker tot het einde van de WK-kwalificatieperiode. Tenzij ze natuurlijk een astronomische aanbieding uit China doen. Maar dit zit hij uit, dat is zeker. Daar hoef je niet bang voor te zijn.